Zijn hier weer met de Gouden Kamer en nou gaan we weer een video maken en ik ben met mijn broer Tim ben ik nou een spelletje aan het spelen, iets van een piratengevecht of een schepen. Ik heb al mijn armen en dingen al aangedaan en ik heb een nieuwe skin. Dat is deze. Of krokodil. En nou ga ik gewoon een spelletje spelen wat we gaan spelen. En ik hoop dat het leuk wordt, want Tim heeft mij beloofd na het spelletje om een ander spelletje te doen. Dus ik ga gewoon maar beginnen en kijken hoe het dan wordt. Ik weet eigenlijk niet zo erg goed waar ik ben. Is dit de goede? Oh nee, dus van Tim. Oh, ik ben er. Hoi Tim. Hey Milo. Jij hebt een hele rare skin. Want ik heb vandaag een skin genomen. Tada! Een varken. Ik ben een piratenvarken. Nou, ik ben gewoon Milo. Dan ga je eraf doen. Ben je creative? Ja, maar ik ga hem nu zo vijf opzetten. Anders is het natuurlijk niet. Naar het andere spel. Het pokerfeest. Ja. Hoe vind je jezelf? Ik heb hem zelf aangepast. Jezelf. Ja, ik vind hem heel leuk. Ja. Vind je hem leuk? Het is echt mijn tip. Ja. Pokerfeest. Zo mooi zelf. Zo mooi. Ik hou ervan. Dus jij gaat vandaag vechten tegen de gevreesde piratenbeer. Je broer dus eigenlijk, maar oké. Okay. Waarom nemen we nu dat villetje zo smaat? En we starten met het pijlenboog schieten naar elkaar. Daarna gaan we wat kanonnen afvuren, niet te veel. En de zeilen moeten nog intact blijven. Want uiteindelijk, op het allerlaatste moment, gaan we vechten op de zeilen met zwaarden. Goed? Oké. Okay. Doep. Zullen we beginnen? Wacht even, heb je wapens? Wacht, ik heb alles gepakt, ja. Ja, ik denk het. Waarom heb ik 64 pijlenbogen? Dat is gewoon overdreven. Ja, dat is gewoon raar. Nou is het weg, denk ik. Ja, nou is het weg. Dat is echt heel raar. Dat kan helemaal niet. Ik weet niet waarom, maar dat kan gewoon niet. Zo, oké. Oké, 3. Nee. Ik ga beneden in het raampje. Mooi. Nee. Ik heb een schatkamer. Wow, allemaal goud. Goud is mooi. Mio, we hebben niet de hele dag de tijd. Oké. We gaan beginnen. Denk ik. Kom je aan het dek? Want we beginnen met het boogschieten. Heb je mijn kanon nou goed gezet? Ja hoor. Oké. Okay. Oh, we beginnen aan het dek. Oké. We zijn al 2 minuten bezig, maar bij jou is het denk ik iets anders. Ja, Oké. 3, 2, 1, pak je pijn en boog. Laat het scheepsgevecht beginnen. Poei. Auw. Ha, ik heb je geraakt. Nog een keer. Pak aan. En nu klim ik op de mast. Ik ga vanaf boven schieten, Milo. Hier ben ik. Ik kan me toch niet raken. Je hele schip is vol pijlen. En die kan ik lekker oppakken. Dan heb ik weer meer pijlen. Zo, dat valt nog niet mee dat meten. Mag ik je schip vernietigen? Oké, ik moet nog even de aansteker pakken hoor. Anders is het niet eerlijk. Mag ik alvast schieten met deze kanonnen? Nee, wacht. Uh-oh. Auw, ik ben eraf gevallen. Help. Wat is er aan de hand? Ik heb geschoten. Oh nee, mijn schip. Mooi schipje. Dit is niet eerlijk. Helemaal geëxplodeerd. Mooi. Woehoe! Wat? Nee, wat heb je gedaan? Een mooi schip! Hahaha, arr. Oh nee, ik heb hem per ongeluk verkeerd aangestoken. Oh, dankjewel voor alle TNT. Ja. Ik heb je beschoten en nou ga je duwt. Ik heb nog kanonnen in het achtersteven. Of voorsteven, weet ik wat het is. Nee, daar wil ik nog één. Hahaha, agar. 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 Gege. Au. Nee. God, dat is stom. Ik ga schieten. Nee. Boom.
jou moet... Nee! Aboe! Boe! Au! Oh nee, het water is weg. Dat heb ik gewoon gedaan met de TNT. Verkeerd neergezet. Nu heb ik geen TNT-kanon meer. Kan ik mijn TNT-kanon nog maken? Nee, ik denk het niet. Boom! Explodeer! Nee, daar wil ik ook nog heen. Die andere kant TNT-kanonnen heb ik niet nodig. Ah nee, mijn mooie TNT-kanon. Arr. Ik ga naar de andere kant. Dan kan ik je ook nog beschieten. Hoop ik. Ja, oh nee. Woehoe, arr. Ik heb nog één kanon. Zullen we nu elkaar schip in de fik steken? Arr. Nee, ik heb iets... Oh, het is eraf gevallen. Het is eraf gevallen. Het is eraf gegaan. Nou ga ik jouw schip in de fik steken, ja. Dat is wel genoeg, hè? Oeps. Nu klimmen we weer aan boord. Ik ga je... Mooi schip. Ik ga je met eigen zwaard verslaan. Als ik hier op ben. Auw. Je hebt geen hand aan, hè? Hey. Nee, dat zo bedoelde ik ook niet. Kom op, dat is niet leuk. Oké, je mag een herkansing. Maar dan gaan we gewoon verder. Kom op. Sorry, we gaan gewoon verder. Je mag een extra leven. Ja, ik wou jou juist afmaken. Pas op... ik wou jou pas afmaken. Op het schip. Oké, waar is het zeil? Ik bedoel de mast. Nee, mijn mooie mast. Ik ben mijn staat in de fik. Mijn mooie pokerface. Oh nee. Auw. Auw, auw, auw. Auw, auw. Spring uit het water. Ik heb het heet. Ah. Lek, lek, lek. Alles lekt. Ja. Ik ga mijn zwaard pakken. Ik ben wel heel raar. Weet je waarom? Ik vlieg zo op de muur. En ja. Mijn schip is toch kapot. Ik kan me niet missen. Waar is de zeil of mast of ding? Een middelste mast. Ik pak alvast mijn zwaard. Ik heb hem ook al. Maar ik heb ook een pijlenboog. Jouw middelste mast is al kapot, hè? Echt? Dat is niet leuk meer. Ach, laat maar. Dat is niet erg. Mag ik misschien nog een beetje opblazen? Dat vind ik leuk. Ik ga jou verslaan om op jouw schip met het zwaard. Arr. Waar ben je? Op een mast natuurlijk. Oh, waarom hapert alles zoveel? Ah, het is niet zo leuk. Heel. Ah, wat doe je? Wat doe je? Ah! Oh. Ik heb je een graf geslaan. Ah, je zei de fik! Help! Ik zei de fik! Oké, we klimmen aan boord en dan gaan we elkaar afmaken. Maar eerst gaan we een kopje thee drinken. Nee. Oké. Op de schat, op jouw schat gaan we... Hier is de perfecte plek om een gevecht te houden. Ja, pak me dan. Ik heb een haar uit als een, als een man. Nee! Nee, dat is niet eerlijk. ik ben dood. Ja, ik zie overal rook. Allemaal rook. Kijk. Nee. Je hebt me verslagen. Milo, je hebt de meest beruchte piraatporkchop verslagen. Ik wil kijken of hier wat in zit. Hoe zien onze schepen er niet uit? Bam! Nee, het zit niet in de kist. Oké, die schepen zijn echt helemaal kuduk. Maar dit goud wil ik redden. Dit goud wil ik redden. Dat is mijn lievelings. Kan niet meer. Dan ga ik een gouden kamer van maken. Nou, dat was een erg leuk scheepsgevecht. Auw. Ik ben in het water gevallen met mijn buik. Grapje. Dus, Waar ben jij eigenlijk? Ja, ik lig in het water. Ik ben dood. Oké, je bent dood. Dat was erg leuk, Milo. Auw. Nee, niet weer. Biggen moeten dood. Biggen moeten dood. Biggen moeten dood. Oké, dus dat was het weer voor deze video. Wacht. Ik wil nog even naar boven. Ik ga gewoon even dood. En dan kan ik heel makkelijk doen. Dat doe ik anders. Nee, wacht. Dat doe ik nog één dingetje. Dat doe je. We hebben nog maar heel weinig minuten, hè? Ja. Voor jou tenminste. Streepje. Oh nee, ik ga mezelf dat kan niet voelen. Niet. Nee, oh, echt? Zijn iets uitgeschakeld? Ja. Miel, we kunnen de afronding nog straks niet meer doen, hè? Oké.
Die kist zweeft. Oké. Waar ben jij? Ik heb... Alles staat in de fik. Ik ben al op jouw schip en... Jij hebt meer geld dan ik. Dat is oneerlijk. Dat is echt heel oneerlijk. Kom nou. Maar waar... Hoe moet ik daar komen? Door dood te gaan. Oh, dood. Hoe moet ik dood gaan? Vuur. Is hier ergens? Ja, hier is vuur. Even hamers uit. Duurt even. Ik heb oneindig geschild ofzo. Ja, ik wil in een fik, maar dat lukt niet. Als ik het niet wil... Gebruik TNT om jezelf te laten exploderen. Hey, dat is een goeie. Dat is een goeie. Dat is echt een hele goeie. Na 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 na. Ik ga naar de hemel. Daar... Geen één schade. Dat is onmogelijk. Strek je harnas uit. Dat heb ik gedaan. Ik weet niet hoe dit komt, maar ik ben gewoon nog levend. Geen schade. Hele... Een goudblok. Oké, die kan ik niet meer dragen. Let op de tijd. Oké. Zo jongens, ik ga mezelf aansteken. Nee. Dood. Hoe kan dit? Oké, geef het op. Dat is raar. Oh mijn god. OMG. Het lijkt wel alsof je een soort creative hebt. Ja, dat is raar, hè? Daarom kon ik je niet verslaan. Ik krijg gewoon schade, dat wel. Ik ben bijna dood. Ja, ik ga dood, Tim. Ik ga alles weggooien. Doei, TNT. Ik vond je zo lief. Dit is raar. Echt heel raar. Ga ik nou eindelijk dood? Hé, hey, hallo, ben ik onverwoestbaar? Eindelijk. Oké, afronding. Kom naast me staan. Ik doe eventjes uit mezelf. Jij dan ook even. Hier, Milo. Doei iedereen. Nee, oh, wacht. Doei, tot de volgende keer. Want dit was heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik hoop dat we 5 likes kunnen... Ja, zo kunnen klikken. Zo 5 keer of zo. Als dat lukt, dan ga ik nog meer filmpjes maken. En ik hoop dat de volgende video ook leuk wordt. Ik hoop dat jij de volgende video, Tim, ook deze skin neemt. Want deze vind ik heel leuk. Dus tot de volgende keer!